over de rooie. Wouter. Ja, goedenavond. Ga je lekker? Ja, helemaal super met jullie. Ja, heerlijk joh. Ja, nee, maandagavondje, gewoon lekker. Avondploegie, handel uit zijn voegie. Zo is het. Ja, toch? Precies. Hey, en wat ben je aan het doen op dit moment? Ja, ik ben op het moment op het strand. Hé, wat? Op het strand? Ja, ik ben met mijn moeder dit weekend. Wat? Ik ben op dit weekend met mijn moeder. Oh, je bent... Oh ja, nee, maar ik bedoelde gewoon even globaal. Zit je er lekker in, of niet? Ja, mooi. En ja, dan... want dan gaan we nu richting het verhaal, want we gaan je vader in de zeik nemen. Mooi. Ja, nee... Goed. Oké, ik begin even opnieuw. We gaan je vader bellen en die gaat over de rooie. Ja. Maar jouw vader, ja, die heeft een aparte baan. Ja. Die is namelijk... Politieagent. Oké. Dan denk ik dat we genoeg weten. Gaan we je vader René bellen en als jij hem binnen anderhalf minuut over de rooie krijgt, dan zijn de prijzen voor jou, Wouter. Nou, top. Daar ga je. En je belt anoniem, hè? Dank je. En als hij zegt, belde jij net ook al anoniem, moet je gewoon ja zeggen. Ja. Oké, komt-ie. Hey. Yo, pa. Hey, Bout. Ben je anoniem? Ja, ik weet niet. Hey, ik zit goed in het probleem op mijn man. Wat nou weer? Ja, ik was met Stijn een weekendje weg. De avondje naar Amsterdam, zoals ik al verteld had. En we hadden een beetje veel op en we reden weer terug naar huis. En toen zijn we staande gehouden. Klootzak. En toen had Stijn veel op, ik had veel op. En nu zit ik op het bureau. Ja, dat meen je niet. Lul de behanger. Ah, jij wil smeren, hoor. Je bent echt een koloniaal, hoor. Hoe kan je dat nou doen, zak? Ik heb toch gezegd dat je kan bellen als je niet zo dronken bent of je hebt veel gedronken. Dan ga je toch niet achter het stuur zitten. Wat een lul de behanger ben je. Handig, joh. Ja, Stijn zegt... Carrière in de kloot wel. Ja, Stijn zegt, lekker handig. Wat ben je nou voor lul? Je weet toch dat je moet antwoorden. Dan bel je me toch, koloniaal. Waar zit je? Welk bureau? In Amsterdam. In Amsterdam, ja. Ja, daar kom ik wel achter. Godsamme, wat een zak ben je. Nou, lekker, kom je wel halen dan. En nu? Ja, en nu, ik mocht op borgtocht vrij, zeggen ze. Op borgtocht? Rot op, ik moet je zeker komen ophalen. Wat ben je ook een lult behanger, hè? Echt niet te geloven, wat een zak ben je. Ik heb nog zo gezegd, als er wat is, dan bel je toch even. Hoe kan je nou stom doen? Domme Wout, lekker begin van je vakantie, hè? Ga je goed op school, ga je dit doen? Wat ben je nou voor zak? Ik snap er echt helemaal niks van, hoor. Hoe kan jij nou zo je eigen zola in de maling nemen? Je weet toch dat je me kan bellen, dag en nacht? Je weet toch dat je gewoon... Ja, dit is niet... Ja, weet ik. Lekker makkelijk antwoord. Verdomme. En nu moet je op gaan halen op bureau. Nou, lekker tegenover mijn collega's. Ja, dat is mijn zoon, die is dronken. Ja, achter het stuur. Drop, lul. René. Ja? We hebben goed nieuws en slecht nieuws voor je. Het goede nieuws is, je zoon zit niet op het bureau. Het slechte nieuws is, je bent live op Radio 538. Klootzak, nee. Wat een lul, joh. Oh, nee, dat meen je niet. Jawel. Oh, Wouter, jou krijg ik nog zo terug. Hé, hey, en Wouter? Ja. Gefeliciteerd, Wouter. Je wint een fashion tegoed ter waarde van €75 van Label54.nl. En 4 tickets, lekker met het hele gezin, voor A Day at the Park op 12 juli in het Amsterdamse Bos. En ook nog een Buddha to Buddha armband. Nou. You owe me so much, Wouter. Maar ik moet zeggen, je hebt ook wel echt een hele relaxte vader, hoor. Die gewoon zegt, je kan me altijd bellen als je bezopen bent. En ja, natuurlijk. Het is logisch, je kind. Ja, en, maar dus... Oh. Jij gaat ook een politiecarrière tegemoet, Wouter. Ja, dat hoop ik wel, ja. Ja, nou. Dit zijn jullie. Goed, mannen, dank jullie wel. Fijne avond. Hey, jullie ook. Fijne dag. Hoi. Zullen we eens nog even met elkaar doorverbinden? We laten jullie even buiten de uitzending met elkaar praten. Yo. Oh, kut, hij heeft al opgehangen. Jammer.